De aarde warmt op, de zeespiegel stijgt, de kans op extreme weersituaties neemt toe. Hoe groot is de kans dat jij daarmee te maken krijgt? De aarde is in de afgelopen anderhalve eeuw gemiddeld 1 graad opgewarmd. En dat komt door mensen. Het klimaatpanel van de Verenigde Naties heeft dat onlangs nog eens grondig vastgesteld. Laat ik eens een paar manieren noemen hoe het weer kan veranderen als de aarde opwarmt. De eerste. Als het warmer wordt, past er meer vocht in de lucht. En dan kan het harder regenen in een korte tijd. Ja, dat zagen we bijvoorbeeld bij Limburg, bij die overstromingen. Die werden een handje geholpen door een grote hittegolf bij Finland. En daardoor verdampte er ontzettend veel water uit de Baltische Zee. En die werd door de wind meegevoerd naar de Ardennen en regende daaruit. De tweede. De opwarming van de aarde is niet overal even groot. En daardoor veranderen de temperatuurpatronen op aarde en daardoor verandert ook het weer. De evenaar is normaal gesproken warm, de polen die zijn koud en daardoor gaat lucht stromen en vormen zich hoge en lage drukgebieden. Die ken je misschien wel van het weerbericht. Die bewegende lucht, dat is wind. En wind voert wolken mee of pakketten warme lucht, koude lucht. Ja, dat is eigenlijk het weer. Bij klimaatverandering warmen de polen harder op dan de evenaar. En daardoor worden de temperatuurverschillen kleiner. En ook veranderen daardoor de patronen van hoge en lage druk. Op de plek waar jij woont krijg je een andere verdeling van de dagen met hoge temperatuur of lage temperatuur. Met veel neerslag, weinig neerslag. Met harde wind of nauwelijks wind. En dus verandert ook de kans dat er bij jou extreem weer langskomt. Nummer 3. Doordat we de hele aarde aan het opwarmen zijn, ontstaan er op sommige plekken langdurige droogtes. De meeste regen die valt, verdampt uiteindelijk weer en wordt opgenomen door de lucht. Door de opwarming kan er meer verdampen. En heb je kans dat er meer verdwijnt dan er in de afgelopen periode als regen is gevallen. En beetje bij beetje verdwijnt er daarmee water uit de bodem en in de rivieren, in de meren. Het gekke is dat die toename van de kans op extreem weer en van langdurige droogtes tegelijkertijd kunnen voorkomen, zelfs in hetzelfde gebied. In 2018 was het in Nederland erg heet en erg droog, terwijl het in 2021 uitzonderlijk hard regende. Die extremen wisselen elkaar af in de tijd, maar hebben allebei wel te maken met de opwarming van de aarde. De recente records van 40 graden of warmer, die gaan we nog wel vaker zien. Door die opwarming zullen we ook vaker te maken krijgen met enorme plensbuien. En dat kan overstromingen veroorzaken. Een ander risico is zeespiegelstijging in combinatie met stormen. Die zeespiegelstijging zelf gaat eigenlijk heel langzaam. En zelfs 1 meter zeespiegelstijging, wat best veel is, is heel klein vergeleken met de dagelijkse variaties die we gewoon van het getij krijgen. Dat soort schommelingen zijn we wel gewend. Maar elke decimeter zeespiegelstijging erbij zorgt wel dat de pieken van het getij en van de stormen steeds hoger komen te liggen. En op een gegeven moment kan het spannend worden of onze dijken en dammen en duinen het nog wel houden. Gelukkig bestaat Nederland uit heel veel dijkringen die het land onderverdelen in stukken. En daardoor loopt niet in één keer alles tegelijk onder. Maar sommige van die dijkringen, daar wonen wel heel veel mensen in. Zoals bij Rotterdam, Delft en Den Haag. Als het daar misgaat, kunnen de gevolgen heel groot zijn. Hoe vaak krijg jij hiermee te maken? Mensen die in 1960 zijn geboren, maken gemiddeld in hun hele leven 4 keer een periode van extreme hitte mee. Als je in 2020 bent geboren, ligt dat aantal een stuk hoger, ergens tussen de 18 en de 30 keer in je leven. Maar die kansen zijn nogal ongelijk verdeeld over de wereld. Er zijn veel landen waar klimaatverandering een groter effect zal hebben dan bij ons. Het is heel waarschijnlijk dat jij in je leven met meerdere van dit soort extreme weersituaties te maken gaat krijgen. Dat klinkt niet heel positief, maar we moeten niet bij de pakken neer gaan zitten. Nederland vecht al eeuwen tegen de zee en tegen de elementen. We doen dat als een van de beste van de wereld en dat moeten we vooral zo volhouden. Tegelijk moeten we er samen voor zorgen dat die klimaatverandering niet uit de hand loopt. Door minder broeikasgassen uit te stoten.